Bedrijfscultuur. Een lekker woord voor Scrabble. Er is veel geschreven over bedrijfscultuur. Vooral over hoe je het kunt veranderen. Het idee dat er een bedrijfscultuur is, komt uit de koker van zo'n zakelijke goeroe. Edgar Schein voor de liefhebbers. En wees eens eerlijk, we worden er ook een beetje moe van. Maar zodra duidelijk is dat de gezonde bedrijfscultuur geld oplevert, wordt het weer interessant. En ondanks die zakelijke goeroe, of dankzij die zakelijke goeroe, is dat laatste waar. Een gezonde bedrijfscultuur levert geld op. De bedrijfscultuur heeft invloed op het leiderschap. En dus ook op de beslissingen die genomen worden. Of de beslissingen die niet genomen worden. En je kan er heel lang over nadenken, over die bedrijfscultuur. Je kan er plannen over schrijven. Je kan het ook ingewikkeld maken. En dan heet het opeens bureaucratie. En dat is nu juist wat je niet wil, neem ik aan. Bedrijfscultuur moet je doen. En ik weet dat ik nu een beetje kort door de bocht ga. Maar waarom zou je niet beginnen met elkaar aanspreken op gedrag? Maak er een punt van als iemand ja zegt en nee doet. Cultuurveranderingen beginnen zodra je begint. En als je dat goed doet, heeft het heel snel effect. Begin met je bedrijfscultuur. No bullshit. Ik ben Hans Ruinemans, boardroom monk. May you be truly happy.